Dat is wel echt bizar dit weer, hè? Dat is echt heel bizar. Yo kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Giegasten. Ik ben Joost. En ik ben Martijn en vandaag gaan we iets super tofs doen, want wij gaan vandaag namelijk ons eigen keurmerk opzetten, Joost. Ja, en dat keurmerk heet Goedgekeurd. En daarmee gaan we langs de restaurants om te proeven of hun gerechten wel of niet goedgekeurd zijn. Op het programma moet je natuurlijk wel een goed logo hebben, want we gaan natuurlijk wel stickers uitdelen. Ja. Dus die gaan we even maken. Ja, dat doen we in Paint, want ze zijn helemaal niet zo handig. Dus ik zeg gewoon een duimpje en een groen rondje eromheen. Ik zeg helemaal oké. Helemaal toppie. Plak erin. Nou, dankzij Joost's skills hebben we een nieuw logo. We moeten hem alleen nog even laten printen. Dat gaan we natuurlijk. We staan nog steeds in shot, hè? Ja, hij staat nog steeds in shot. Dan gaan we het hier doen. Let's go. Nou, helemaal top. Goedgekeurd. Ik zou zeggen, een beetje even uitknippen en dan kunnen we vast wat. Hé, Marty, jij hebt stickers laten maken. Ja, jij hebt een hele mooie jas aan. Jij gaat spits afbijten. Ja, ik ben de laboratorium guy die de restaurantjes gaat onderzoeken. Nou, dit zijn je stickers. Goedgekeurd. En als je het dan goed doet, dan krijg je van mij zo'n mooie sticker op je raam. Maar durf je een hip teentje aan, Joost? Nee, nee, ik durf zeker geen hip teentje aan, want ik heb hem gelijk door. Ik wil eigenlijk gewoon zeg maar echt zo'n tokootje hebben. Hallo, hallo, hallo. Goeiedag. Goeiedag. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Joost van het programma Goedgekeurd. Ik ben Martijn van het programma Goedgekeurd. En wij doen een beetje onderzoek naar alle goede restaurants in Amsterdam. En jullie worden goed beoordeeld op internet, klopt dat? Ja, ja. Ja. Ja, en hoe komt dat? Is dat vooral vanwege het goede eten of de service? Goede service, goede kwaliteit en maak alles fris. Dat geloof ik. Het ziet er ook heel erg netjes uit als ik naar de tafels kijk. En, ja. De binnenkomst is fijn, het hangt een warme, fijne sfeer. En, maar mijn vraag is, smaakt het eten ook net zo goed? Heel goed. Zou je dat even mogen proberen? Goed je. Ja? Eén moment, breng het. Eén moment, is goed. Beetje hapjes, hè? Een beetje dat we lekker kunnen proeven. Ja, ik verdien natuurlijk niet zomaar deze sticker. Op een Saint-Juan keuken en een Cantonese keuken. Dus ik mag hem uitkiezen. Oké, okay, we mogen gewoon alles uitkiezen. Tuurlijk. Dat is wel echt bizar dit weer, hè? Je trekt een jas aan, een microfoon en de camera. En de allerlelijkste sticker. Alsjeblieft, wat fijn. Dit is typisch Grieks eten, toch? Typisch Koerdisch eten. Koerdisch eten? Die is heel bijzonder. Ik heb nog nooit Koerdisch gegeten. Echt heel lekker. Kijk eens. Ja, hier, oké, alsjeblieft. Wat is het? Wij zijn de salade. De salade. Dankjewel. Ja. Martijn, je zag niet in de salade, wat? Nou ja, ik probeer een beetje. Deze is de Surinaamse chowmee. Een beetje een goede combinatie van bami en vlees. Ik proef een sticker. En dit is een nieuw stuk met bossaas. Het ziet er heel lekker uit. De service is top, eet ziet er goed uit. Ik denk dat hier een sticker aan zit te komen. Oh god, oh jezus jongens. Deze is de Cantonese pancit. Speciaal voor jullie. Komt hij hierna nog meer aan? Nee toch? Denk als je niet genoeg dan mag het. Nee, dit is meer dan genoeg. Okay, okay. Is meer dan genoeg. Nou, volgens mij is het tijd voor de curry'sronde. Let's go! Bij binnenkomst gelijk een goede eerste indruk. En we hebben heerlijk gegeten. De service was op en op en top. Ali zelf is ook een hele vriendelijke en hartelijke man. En het eten is echt meer dan top. Ja, eigenlijk helemaal niks aan te merken. Dus er is maar één ding te doen en dat is de sticker. Dus ik denk dat jij die sticker verdiend hebt. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, wilt u nog wat zeggen tegen onze kijkers? Hartelijk bedankt voor jullie. Voor onze gevonden. Oké, goed. Zo. Goed gekeurd. Helemaal top. Nou, Marty Fardy. Nou, Joosty Posty. Het was me wat, hè? Het was me nog weer een dagje wel, hoor. Zeker. Ik voel me een klein beetje schuldig, maar ik heb wel lekker gegeten. Ik heb ook heerlijk gegeten. En vond je nou een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren en doe even een blauw duimpje omhoog. En wat doen ze als ze een wens willen? Ja, heb je een wens? Stuur me even op social media. Eerst ik gier gast en weet, kom je wel gewoon helpen. Vond je nou een leuke video? Dan moet je volgende week zeker ook kijken, want dan zijn we gewoon weer terug. Zelfde tijd, zelfde nog leuker. Ja, dat kan. Tot volgende week.